André Hazes, Dave Roelvink en Faya Laurens. Allemaal BN'ers die de naam van hun liefje op hun lijf getatoeëerd hadden tot de relatie overging. De weg naar de laserkliniek weten zij inmiddels allemaal te vinden. Maar omdat het weglezeren niet zonder risico's is, lanceert Andy Han, de oom van André, vandaag het meldpunt Tattoo Laser Ellende. Het meldpunt is speciaal opgericht zodat mensen terecht kunnen met hun vragen wanneer het laseren falikant mis is gegaan. Ervaring leert dat het steeds vaker voorkomt dat partijen als nagelstudio's en schoonheidssalons die fantastisch werk doen, het erbij gaan doen. Dit is niet iets wat je in een weekend of in een paar maanden leert. Monique had een tatoeage op haar voet. Ik heb haar een aantal keren behandeld, geholpen. Ja. Ze heeft ook een keer ergens een blaar opgelopen en enorme helse pijnen gehad. Die was ook bang. Die is toen in het ziekenhuis geweest. Behandeld met dezelfde laser waarmee ik werk. Dus het wil niet zeggen dat als je het goede apparaat hebt, dat je ook de kenniservaring hebt met inkt. Maar dan kan je het nog zo voorzichtig doen. Het kan echt fout gaan. Ook André heeft zich laten versieren met meerdere tattoos. Al hebben sommigen de breuk met Monique niet overleefd. Ik heb hem al vaker gezegd, eigenlijk moet je handen en hals, weet je, en het gezicht gewoon niet willen doen. Plekken die je niet kunt bedekken, krijg je vaak spijt van. Maar echt geloof me, Dre is echt wijs genoeg aan het worden. En ik hou van die man. Ik bedoel, hij doet echt gewoon precies wat hij zelf wil. En ik zal er altijd voor hem zijn om hem weer te helpen als nodig is. Ja, nou, en André had hij wel een flinke klus. Nou, het handigst voor André zou natuurlijk geweest zijn als hij een vriendin had gezocht met dezelfde naam. Dat is natuurlijk altijd het handigst en goedkoopst. Maar hij heeft natuurlijk wat dat betreft een tatoeagehistorie van je welste. Ja. Want hij was natuurlijk met Monique. Ja. Dat ging over. Hij had Monique al in zijn nek geparkeerd staan natuurlijk. Toen ging hij met Bridget. Toen had hij de Brooklyn Bridge. Had hij op zijn uit New York. Zou dat nou echt van Bridget zijn? Dat is dat echt zo? Waar, Marijs. Serieus. Okay. En dat heeft hij gedaan. Maar ja, toen ging het met Bridget natuurlijk na een zeer korte tijdspanne ook weer voorbij. En toen moest die brug er weer af. En moest hij weer wat van Monique op zijn lichaam. Oh. Uiteindelijk heeft hij op zijn oren, hierbij zijn oren, heeft hij ook dat weer laten tatoeëren. De verlovingsdatum 12 december, vorig jaar was dat, staat ook, nog ergens. Oh. Had natuurlijk al wat vierkante centimeters over, dus daar kon dat mooi getatoeëerd worden. Maar ja, nu is dat ook weer voorbij. En nu hebben we Sarah, beeldschone vrouw. En die verwacht misschien ook wel een leuke een liefdestatoeage. Dus ja, ik denk dat hij zich maar het beste gewoon helemaal kan laten asfalteren en dan gewoon opnieuw beginnen. Want dit is bijna niet meer te herstellen, vrees ik. Ah. Maar wel echt keer op keer. Hele liefde manier om de liefde te dat ja, sowieso. Is het ook. En ja. Het heeft ook wel weer iets maar niet liefs. Altijd even handig. Nee.